Een hele goede morgen, jongens. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is weer een nieuwe week in het leven van D. Nieuwe week, nieuwe kansen. Nou, zeg dat. Pak ze. Pak ze. We zijn weer in een stijgende lijn. We hadden vorige week echt een verschrikkelijke week met Elin kan slapen. Het lukte gewoon niet. Het was gewoon geen succes. Ze gingen wel s'avonds gewoon goed naar bed, maar de hele nacht was ze onrustig. En je hebt dan de 4 maanden slaapregressie. De positievelingen onder ons noemen dat de 4 maanden slaapprogressie, omdat een kind heel veel leert in deze periode en daardoor wat onrustiger gaat slapen. Nou, we denken dat dat het is, want eigenlijk vanaf het begin dat we haar niet meer om de 3 uur wakker hoefden te maken, sliep ze gewoon door. Waardoor het ook weer even schakelen is als je dan in 1 keer wel moet opstaan. S'nachts, een paar keer. Maar goed, we hebben ondertussen wat maniertjes gevonden om het draaglijk te maken voor onszelf. Vannacht was weer een prima nacht. Misschien in ieder geval weer keurig slapen na het eten. Dat is het grootste pre. Dat ging vorige week niet altijd goed. Maar goed, ik ga vanmiddag mijn wenkbrauwen laten doen. Daar heb ik heel veel zin in, want dat is echt 3 maanden geleden. En het is gênant. Je ziet het niet zo goed op camera, maar ik heb hieronder zoveel haar. Het is echt lelijk. En voor de rest gaan we lekker werken. Ik moet zo even naar de verkleedwinkel, want ik moet een pruik kopen. Ik vertelde 2 weken geleden al even, maar we hebben komende zaterdag carnaval. En we hebben dat een paar keer eerder gedaan, carnaval vieren. Maar mensen die alcohol op hebben, die zijn nog wel eens geneigd als ze dan iemand herkennen van het internet om niet zo heel vriendelijk te doen. Dus moesten we er iets op bedenken. En nou is carnaval natuurlijk het feest om onherkenbaar de straat op te gaan. Dus ik ga mijn best doen om er iets van te maken. Ik ga in ieder geval zo meteen even een zwarte pruik kopen. Die heb ik namelijk gepast met mijn ouders vorige week. En dat was wel het meest niet mezelf. Kom hier. Lars probeert Elin ondertussen aardbei te geven. Gaat goed, hè, schat? Ik probeer vanaf deze week haar 's ochtends een fruithapje te geven en 's avonds een groentehapje. Zodat ze al een beetje mee eet met het ritme. Proberen. We proberen. Ja, maar het is ook mijn plan. Jij voert uit. Toch? Grapje. Ik heb hier niks mee te maken. Ik krijg gewoon de opdracht. Hier, geef dit. Hoe, dat is lekker tegen je gehemelte. Goed. Aardbeien, hè? Schat. Haanbeien. Aardbeien zijn. Er stond heel wat anders. Oké, even denken wat wijsheid is. Mijn pruik is binnen. Ik moet mijn haar natuurlijk zo goed mogelijk weg kunnen moffelen. Dus ik dacht misschien aan een vlecht en die dan op mijn hoofd binden. Ik kan jullie ook niet om advies vragen, want tegen de tijd dat dit online staat is het natuurlijk ook carnaval geweest. De reden trouwens dat ik dit nu al doe is dat als dit dus niet werkt, dat ik dan op tijd heb om iets anders te bedenken. En als ik dat zaterdag pas doe, dan niet. Even kijken. Ik dacht die zo. En dan dit zo of zo. 8,50 voor een pruik vond ik ook nog wel meevallen. Natuurlijk wel plastic, maar ik heb dit nog nooit gedaan, een pruik op met carnaval. Dit is natuurlijk wel een erg kort kapsel, dus er moet echt niks onderuit komen dan. Waar is mijn haar? Oh, wacht, misschien heb ik hem verkeerd om. Oké, jongens, zijn jullie klaar voor het resultaat? Pauw! Hi, ik ben Jolanda. Over Jolanda gesproken vorige week. Nee, grapje. Maar ik lijk toch niet meer op mezelf zo. Wat vinden jullie? Het ziet er niet uit, maar ja, hè. Het is carnaval. Het jeukt wel echt enorm op mijn hoofd. Maar goed, die neem ik maar voor lief. Kijk nou, jongens. Mama die is een smerige verpakking aan het maken voor Elin voor de carnaval. Het is wel heel leuk, want ze gaat met Robin en gaat ze ook met de andere kindjes carnaval vieren. Maar we zijn nu nog even aan het puzzelen wat er met de maillot moet. Ja, die gaan we heel goed. Ja, want ik heb niet een blauwe maillot. Nee, we maken van deze romper beenwarmers. Oké. Dat komt goed. Maar kan je die en niet dan van die slofsokken eronder? Ja, dat wordt een echt smurfje. Alleen je en twijfelt deze moet korter hoor, want maar ik denk wel eventjes kijken hoe het eruit ziet. Dus maar jij twijfelt of dit om haar hoofd past? Ja, ik denk dat dat te klein is. Maar past het dan? Wacht even hoor. Wacht even. De oma moet hem nog mooi maken, hè? Zo. Koedeliekoekoek. Mooie smurfbeen.
Ik ga wel van de meest belachelijke dingen vandaag om aan mijn dochter te laten zien. Ik had vanmorgen een pruik op en nu liggen we bij de wenkbrauwen. Gek hè? Ziet mama er zo gek uit? Het wordt mooi hoor. Zo blijft het niet. Beloofd. Ze lag meteen maar hier te gieren. te gillen rikken. Ja, nee, het wordt echt mooi. Beloofd. Helen heeft wenkbrauwen. Die heeft het weer bedacht hoor. Ik dacht, we zijn nu bij iemand van het kan. Nou, lag ze totaal niet stil. Dus kijk, het zijn niet echt gemaakte wenkbrauwen. Maar het ziet er wel zo grappig uit. Oh, deze wil daarheen. Kan je er daar niet uit of zo? Iedereen komt deze kant op. Dus we gaan nu even Lars verrassen met een kind met wenkbrauwen. Voor ons zijn we wel bijzonder goed gelukt. Ik vind het echt mooi. En Eden wil naar huis. Ja, Eden is klaar mee. Ze had het wel echt heel erg naar de zin. Ze zat helemaal te lachen. Ja. Maar ik kon echt... Ik heel wat banden. Ja. Ik haar zo'n beetje schaterlachen. Ah! En van die krijsjes, van die hoge grilletjes. Ik denk dat ik ook daaruit moet. Ik denk het ook. Laat het maar doen, niet als we dadelijk aan de andere kant staan. Echt hè? Maar we gaan even kijken wat Lars van de wenkbrauwen vindt. Hi. Wil jij Elin even uit de auto halen? Staat er wel. De meiden hebben wenkies gedaan. Wat hebben jullie eens die vrouw met potlood gedaan? Ja. Nee, ze zit ook permanent. Ik wilde dit ook al een paar keer. Schattig, hè? Cutie. We kwamen thuis. En ik moest eigenlijk meteen mijn spullen pakken. We gaan weer. Ik weet alleen niet waarheen. Het is wel Valentijnsdag. En ik word verrast. Ik zou... Toevallig dacht deze jongen ook dat hij daarmee verrast werd. Wat? Toen zag ik bij zijn dochter. Je dacht dat ik jou ging verrassen met iets leuks. Toen was het je dochter met wenkbrauwen. Ja. Ik heb wel voor de zekerheid even make-up doekjes in mijn tas gegooid. Ik weet niet waar we naartoe gaan. Maar Elin de wenkbrauwen. Maar Elin de wenkbrauwen mogen er wel op, ja. Nee. We gaan eerst. Isa gaat niet mee op onze date. Isa gaan we eerst even terugbrengen. Oh, ik vind dat wel jammer. Jammer, hè? Ja. Gaan jullie nog wat doen, Isa? Nee. Ze zijn bijna 5 jaar samen, dus Isa moet even sparen. Wanneer? 6 april. Hoi. Hi. Wat is er voor spannend? Ik zie nog steeds niks. Wat heeft hij? Oh zo! Wat hebben jullie nou weer gedaan? We zijn wenkbrauwen gaan doen met de meisjes. Elin. Oh nee! Hebben ze je zo aange... Oh nee! Oh nee! Jongens! Ja, dat zou ik eerst van zeggen. Ik hoop dat bij jullie beter is gelukt. Ja, nou, wij zien er toch mooi uit. Oh mooi hoor, Elly. Heb je ook lekker wenkies? 1,5 uur. Oh, oh, oh. Ja. Waar gaan jullie heen? Nu ja, dat is een goede vraag. Dat is net goed. Veel plezier jongens. Later. Doei. 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 1,5 uur, waar gaan we dan helemaal heen? Ja, het was een uur. Oké, maar dan doe ik wel even mijn jas uit. Maar het is ook donker als we aankomen, het is best wel wel. Is het heel erg als het donker is? Ja, dan was het niet nodig geweest. Oké, nou, we zien het wel schat, komt goed. Nou jongens, we zijn aangekomen op het strand, wat lekker. We gaan even een uurtje wandelen. En dan gaan we lekker uit eten met z'n drieën. Gezellig hoor, schat. Ik vind het een hele goede verrassing. Perfecte weer ook ervoor. Het is windstil, lekker zonnig. Wie zie jij? Ik ben jouw papa. Ik heb de wenkbrauwen wel eventjes verwijderd. Nog niet helemaal gelukt. We hebben een hartstikke leuk diner voor twee met allemaal dingen om te delen. Dat heb je goed geregeld, wat? En Elin heeft een ballon. En daar is ze de hele tijd druk mee. Het is zo schattig. Neem gewoon een heliumballon mee voor je kind. En ze vermaakt zich. Super. Smakelijk. Hey, ik vond het zo leuk. Ik heb zo genoten. Ja, was heel leuk. Volgens mij heb ik het eten helemaal niet gefilmd, maar het was lekker. Het was zo lekker. Ja. Goed restaurant. Ik vond het ook erg leuk. Ik ben erg blij met deze verrassing. En Elin heeft het ook onwijs naar de zin gehad. Die heeft ook een Valentijntje gehad. Ja, die heeft een ballon gekregen. Die mocht ze meenemen. Maar ze is zo vrolijk geweest. En alleen maar gelachen. En echt een topavond. We hadden geluk. Ja, maar ik vind het dan ook zo leuk dat we gewoon haar mee kunnen nemen met dit soort dingen. Ja, dat sowieso. We merken echt dat de mensen die...
die kinderen hebben die al wat ouder zijn. Dus die mensen zelfs zijn rond de 50, 60. Die zitten echt helemaal, zeg maar, verliefd de hele tijd naar Elin te kijken. Ja, echt alle tafels waren gewoon naar ons gericht. Omdat zij zo vrolijk is en lacht. En... we hebben echt zoveel geluk. We zijn zo trots. Baby. We zijn trots op deze baby. Kijk, ik heb wel helemaal liefjes. Zo leuk. Mooi. Een hele goede morgen. Het is woensdagochtend. En we zijn met de meiden op pad. Ga je lachen? Iris en ik gaan... past dit? Iris en ik gaan naar de 9 maandenbeurs. We moesten eraan geloven. We hebben allemaal een kind, maar we gaan nu pas naar de 9 maandenbeurs. Tickets. Dus gezellig, meiden uitje. Alle meiden zijn mee ook. Helemaal een heel wagenpark is het hier. Maar het is wel gezellig. Gezellig is het. Heb jij gisteren nog wat gedaan met Valentijnsdag? Tuurlijk niet. Het is Menno, hè? Menno, hè? Ik wou net zeggen. Mijn man heeft mij mee naar het strand genomen. Ja, het zag er zo leuk uit. Romantisch, hè? Ik had het niet verwacht. Dat je al altijd zegt, nee hoor schatje, ik hoef niks. En toch? Ben je teleurgesteld? Nee, nou, hij was twee keer weg geweest. Eén keer naar de sportschool en één keer naar de kapper. En hij had geen bloemen meegenomen. Twee keer niet. En toen dacht ik... En Tracy. En toen dacht ik... Jij vieze vuile. En toen kwam ik thuis van mijn wenkbrauwen doen. En toen was het ineens... Pak je spullen, we gaan. Toen dacht ik, yes! Beter. Het zag er zo leuk uit. Ja, was heel leuk. Strikjes om het straat. Deze is ook zo blij. Nou, wij gaan dus even bij de 9 maandenbeurs kijken. Even koekeloeren. Even lekker loeren. Wij mogen gewoon hier luiers verschonen op een stand. Ja, we hadden ze gevonden. We hebben echt een heerlijk ochtendje gehad. En we gaan hem afsluiten met een lekkere lunch. Helemaal zin in. Focaccia met geitenkaas. Lars heeft mij verrast. Die heeft het bedje van Elin in elkaar gezet. De ledikantje. Het moment moet natuurlijk een keer daar zijn. Ja, jij kan erom lachen, ja. Dat we Elin naar haar eigen bed gaan. Oh, dat Elin op haar eigen kamertje gaat slapen. En eerst zeiden we van, nou ja, weet je, we gaan toch zometeen overal nergens wonen. Bij mijn ouders, in het gastenverblijf van het nieuwe huis. Dan slaapt ze allemaal bij ons op de kamer. Dus waarom gaan we nu de moeite doen om haar op de eigen kamer te leggen? Maar ik denk echt dat ze beter gaat slapen als ze op de eigen kamer ligt. Dus ik doe het echt puur voor haar. Met een beetje pijn in mijn buik voor mezelf. Maar goed, het hoort erbij. Ik merk gewoon dat ik het moeilijk vind als we naar een volgende fase gaan. Maar ja, we moeten haar daar niet in beletten. Dus Lars en ik gaan haar nu lekker samen op bed leggen. Ik denk dat dat scheelt, dat we het gewoon lekker samen doen. En ik ben heel benieuwd hoe ik dit ga vinden. Maar ja, aan de andere kant, de co-sleeper staat gewoon nog bij ons op de slaapkamer. Dus als ik het niet trek, dan hebben we backup. Ga jij hier slapen, meisje? Wat spannend! Wat spannend! Ik ga even mijn pyjamaatje aan doen. Die in de was. Mijn lieve popje. Je wordt zo groot. Ja, koud hè? Mama had al de vorming hier aan gedaan. Dan heb je zo'n grote meidenbed. Hij is zo mooi ook, jouw bedje. Hè? Dat bedje was echt het allereerste wat ik voor de baby wilde hebben toen ik zwanger was. Toen ik net zwanger was met mijn moeder aan het brainstormen over de kinderkamer. En dat voelde toen nog zo ver weg. En toen zagen we dit ledikantje voorbij komen op Pinterest. En toen waren we helemaal verkocht. En nu gaat ze er voor het eerst in slapen. Het is wel heel bijzonder. Mag je gewoon roepen? Papa en mama zolder, kan jij met mama slapen? Kan jij met mama slapen in de grote bed? In je mooie bedje. Slaap lekker. Ja, die gaat helemaal lekker slapen. Nou jongens, deze moeder heeft het overleefd hoor. En de dochter ook. De eerste nacht zonder Elin geslapen. En ze kwam net zo vaak als dat ze de laatste nachten kwam. Maar dat zal bij die slaapregressie horen. Ze is in ieder geval, ze heeft geen probleem met daar naar bed gaan. Dus dat is heel fijn. En misschien daarom ook wel goed dat we er nu mee zijn begonnen. Dat ze het ook leert. Dat dat ook een prima plek is om te slapen. En nu beseft ze natuurlijk nog niet per se misschien dat ze ergens anders ligt.
Dus ik ben heel tevreden over deze eerste nacht. Ik ben wel een beetje ziek wakker geworden. Maar ik zit daar dan echt wel een paar dagen tegenaan, weet je wel. Ik ben gewoon vermoeid natuurlijk. Ik voel dan hier mijn nek, ga mijn kleren opzetten en dan weet ik gewoon... Dus ja. Maar goed, ik weet dus niet hoeveel er van deze dag terecht gaat komen. Ik doe maar gewoon een beetje rustig aan. Ik ben echt niet vooruit te branden. Gewoon. Ik heb het koud, ik ben rillerig. Ik had eigenlijk het voornemen om te gaan skileren vandaag. Want ik heb skilers gekregen voor kerst. Maar die heb ik nog niet echt geprobeerd. Ik dacht, nou, dat is misschien wel een leuke sport om even een rondje te gaan. Maar ja, nou, het is helemaal grijs en druilerig weer. En overal heb ik snot. Dus ik weet nog niet of dat een goed idee is. Ik zei het laatst natuurlijk even tussen neus en lippen door. Maar ik ben af en toe... zit ik zo met mezelf in de knoop dat ik me... niet gelukkig voelt, terwijl ik heel gelukkig ben met Elin. En emotioneel is het gewoon best wel, merk ik, een flinke rollercoaster. Ik ben normaal altijd super stabiel als ik in het leven... of ik sta gewoon super stabiel in het leven. Ik heb niet per se last van emotionele kantelpunten of zo. Maar sinds ik bevallen ben... ik dacht dat de hormonen kwamen tijdens de zwangerschap. En daar vloog ik eigenlijk wel doorheen en daar had ik helemaal geen last van. En nu blijkbaar... zijn er dus ook momenten na de zwangerschap waar je last van kan hebben. Dat had ik even niet in ieder geval onderschat. Maar goed, ik probeer mezelf ook een beetje de ruimte te geven om me af en toe gewoon wat minder goed in mijn vel te voelen. Het heeft ook te maken met het weer en met de winter. En het is gewoon, ik denk als het zo meteen weer voorjaar is en we gaan natuurlijk verbouwen en zo. Dan kom je ook misschien een beetje uit die sleur. Dus nu gewoon iedere dag werken. Nou ja, dat is het ook. Hè. Het is niet echt per se alleen werken, want het is een soort van proberen tijd te vinden om te werken. En ik wil juist ook van die tijd genieten, want ze is maar één keer zo klein. En het is gewoon zo'n mindgame of zo. Je bent de hele tijd zo met jezelf aan het struggelen. Dat is echt verschrikkelijk irritant. Maar goed. Een beetje part of life, denk ik. Mocht ik mijn skillers nog uit de kast trekken, dan laat ik het je weten. Maar ik ga nu denk ik maar gewoon weer op de bank. Ja, wat wil je zeggen? Nou, dat ik maar weinig momenten heb dat ik denk, dit moeten we filmen. Maar holy shit! We hebben de eerste echte real life tekeningen van het huis. Waarop dus echt lijkt alsof het huis... Mooi, joh, maar ze hebben nu, echt dat is het. De lucht en zo, en de bomen. Alles is realistisch. Holy shit, man. Dit is zo vet! Dus nu moeten we gaan kiezen, want ze hebben 3 versies gestuurd. Met allemaal een andere aanbouw. Shit, daarom wilde ik wachten om het met hun te doen. Dan hadden ze ons... live reactie meegekregen, was leuk geweest. Nou, dan kunnen ze het terugzien. Ja. Het is echt zo vet. Helder zijn het nu. We gaan even kijken en ik ga even borstvoeding geven dus. Bedankt Martijn en Martijn. Ik kan er echt van genieten om er zo in slaap te zien vallen. Het is gewoon een soort nieuw social media. Haar babyphone. Nou, Elin even lekker op bed gelegd. Ik dacht ik ga je toch nog even wat meer laten zien van de tekeningen waar Lars zo enthousiast over werd. Zoals je weet hebben wij, ja, architecten mag ik niet zeggen, ik werd op mijn vingers getikt. Het zijn bouwdeskundigen. Nou goed, ze doen exact hetzelfde als architecten. Maar de ontwerpers van ons huis, die hebben voor ons wat 3D plaatjes gemaakt dus. Waardoor we wat meer ideeën kunnen krijgen over hoe het er straks uit gaat zien. Op de voorkant van het huis wil ik je dus nog niet laten zien, want privacy, bla bla bla. Er woont nog iemand namelijk in dat huis nu. Maar de binnenkant en wat ideeën kan ik je wel laten zien. Dus hier komt die jongens. Dit is de woonkamer. Het is echt een jaren 30 woonkamer. En ik vind het echt heel knus. Ik had natuurlijk vorige keer al even laten zien vorige week hoe de indeling zou worden. Maar dit is dus een beetje de look en feel. Wel met andere meubels natuurlijk. Maar het idee is er. En dan hier, pronkstuk... de keuken. Ik kijk hier zo naar uit, jongens. Dit wordt zo fantastisch. Nou zat er ook nog een plaatje bij van de slaapkamer. En daar ben ik ook echt verliefd op. Wij gaan op zolder slapen. En ja, dat is nu... ja, het is een hartstikke mooie zolder. Maar we wilden er graag een badkamer in maken. Dus er was wel wat ruimte nodig. Maar door middel van een dakkapel en ja, gewoon een wat logischere indeling. De trap komt op een andere plek. Moet het echt een fantastische slaapzolder worden met een hele mooie badkamer. Ik dacht, het is gewoon voor de toekomst altijd handig om meerdere plekken badkamers te hebben.
Dus we hebben zo meteen en op de eerste verdieping en op de zolder een badkamer. Echt fantastisch. Nou, moet ik zeggen, doordat ik dit idee heb, ben ik ook weer wat verder gaan kijken naar meubels en zo. Dus dat is ook heel erg leuk. Ik heb Pinterest. Je kan natuurlijk op Pinterest nummertje 39 opzoeken. Daar sla ik al mijn inspiratie op voor het nieuwe huis. Alles wat een titel heeft met daarachter nieuw huis is dus voor het nieuwe huis. En nou was ik ook al een beetje aan het kijken naar spullen voor op de slaapkamer. En ik zag bij Emma echt een fantastisch nieuw bed. En ik kreeg de vraag, maar mijn kortingscodes bij Emma die lopen dus altijd echt een maand. Hè? Dus die kan je gewoon gebruiken. MAD is de code en die geeft dan op de lopende acties. Dus bijvoorbeeld nu is er weer een actie. Valentijnsdag actie zie ik hier. Maar ook echt fantastische kortingen. En daar krijg je dus 10% korting bovenop als je code MAD gebruikt. Even snel laten zien wat ik heb gezien hoor. We hebben zo wat minder ruimte voor dat kolossale bed dat we nu hebben. En toen zag ik dit zo met zo'n ijzeren onderkant. Vond ik heel strak en echt super leuk. Was simpel, maar ik denk dat dit een wordt voor op zolder. Nutselen. Jongens, de smurfen pak eens af. We gaan natuurlijk morgen carnavallen. En Elin had nog geen outfit. Mocht je vragen waarom Muisje weer is? We gaan één dag weg en mama stond erop dat Muisje ging logeren. Maar... Jullie mogen raden wat dit is. Een hakje. Ja, ik weet niet of het past hoor. Ja, we moeten even kijken. Ja, dan doet ze de tenen maar een beetje zo. Ze moet even alles aan. Van oma, wat zit je te kijken? Wat zit je te kijken? Wie is je lekker snoepieboepie van oma? Ik zei toevallig van de week bij de kapper, vorige week, dat ik het jammer vind dat ik niet meer zwanger ben. Want toen ik hoogzwanger was, toen gingen we de hele tijd samen boodschappen doen. Dat vond ik zo gezellig. Ja. Dat was echt het enige uitje en ik mocht niks meer tillen en ik kon ook niks meer tillen. Het was één groot drama. Dus Lars ging maar gewoon steeds mee naar de winkel. En ja, dat doen we eigenlijk nu nooit meer. Want er moet altijd iemand bij. Friday! Er moet altijd iemand bij Elin blijven. Maar nu hadden we Elin even bij mijn moeder gestald. Gaan wij gezellig even samen boodschappen doen. Want we krijgen vanavond Mark en Tess te eten. En we gaan pizzaretten. Nu moeten we niet vergeten om mee te nemen, de pizzaret. Bon. Bij mama. Oké, lijstje. Oh, hier is de knol, man. Oh, wat een statisch ben. Die lag nog in de auto. We hebben alle boodschappen binnen. Ja. Drie winkels gehad. We kunnen weer terug naar Elin. Onze smurfin. Oh ja, onze smurfin. Ja, hey, morgen carnaval. Heb jij alles compleet? Zo, nee. Ik moet nog helemaal beginnen eigenlijk. Ja, dat dacht ik al. Gaan wij? Vroeg zeker. Ja, moet om 11 uur in Den Bosch zijn. En, Den Bosch? Nee, maar ik zeg altijd Den Bosch in plaats van waar ze wonen. En je mag niet shirtloos. Nee, hoef ik niet. Dan kom je niet binnen. Nee, maar jouw eerste, jouw ja, Joker outfit was natuurlijk shirtloos. Maar dan ben even niet ontvlieken. Je bent te dik voor shirtloos. Nee, schat, je ziet er hartstikke lekker uit. Mocht je willen weten hoe ik er shirtloos uitziet, kijk even op mijn Instagram. Is het nou schaamteloze zelfpromotie? Niet nodig hoor, helemaal niet nodig, maar maar doe maar wel. Het Lars Gerbrands. DS op mij, zonder thee. Groetjes jongens. Een hele goede morgen jongens, het is zaterdagochtend. Even de deur dicht. Want Elin ligt nog even op bed. Goedemorgen, het is carnavalsochtend. We gaan vanmiddag carnaval vieren. En ik moet nog even inkomen, het was gisteren erg gezellig met Mark en Tess. Lekker wat wijntjes gedronken. En het feit dat we dan zo meteen, want om 11 uur begint het feestje, alweer aan de wijn moeten, vind ik vrij pittig. Aan bier. Ik ga bij carnaval geen wijn drinken. Maar goed, ik was me even aan het klaarmaken. Mijn make-up zit erop. Ik twijfel alleen nog een beetje of ik niet meer make-up moet doen, want ik wil natuurlijk onherkenbaar. De pruik die doe ik pas op als ik daar ben. Want anders weet ik het wel weer, ben ik een massa had voordat we de stad ingaan. En ik bedacht me dat ik mijn oksels nog niet geschoren had. En dat is wel vrij essentieel. Want ik heb zo meteen een hemdje aan en een jasje. Zoals je weet gebruik ik de mesjes van Astrid. En ik dacht, goed moment om je daar meteen even wat meer over te vertellen. Ik gebruikte eerst altijd van die wegwerpscheermesjes. En ik had gewoon altijd last van scheerirritatie. Het was verschrikkelijk. Zeker onder mijn oksels. En sinds ik de mesjes van Astrid gebruik... nauwelijks meer last van scheerirritatie. Het is zo fijn. Dit is zo'n mesje. Dit is dus zeg maar de houder. Die krijg je. En als je het abonnement neemt, krijg je dus eens in de hoeveel tijd jij wil van die mesjes opgestuurd. Mesjes gaan ook mega lang mee. Dus dat vind ik echt heel erg fijn.
dat betreft is Estrid een van de merken waar ik gewoon het allerliefst mee samenwerk, omdat het gewoon goed werkt. Doordat die kussentjes zo nat worden en dan worden ze helemaal ja, glad, zeg maar, glijdt het echt super makkelijk over je huid. En laten we heel eerlijk wezen, design is ook gewoon vet leuk. Dus nu mijn vest aan, ik heb het verschrikkelijk koud. Dan krijg je bij de starterskit natuurlijk dit houdertje en een mesje. Je krijgt een extra mesje erbij en zo'n dopje waarbij je hem op de wand van je douche kan hangen. Dikke tip, hang hem op glas, niet op tegel. Dat gaat het beste. Maar wat is ook mega leuk is dat ze in hetzelfde design een travel case hebben. En maakt gewoon dat je je mesje mega makkelijk mee kan nemen overal naartoe. Hier betaal je er maar extra voor, maar met de code D krijg je deze gratis bij bestelling. Je moet hem toevoegen aan je winkelmandje, dan de code invoeren en dan wordt hij zeg maar niet berekend bij het afrekenen. Dus mocht je nog op zoek zijn naar goede mesjes, dan is dit een absolute tip. Ik denk dat ik mijn make-up maar gewoon zo laat. En mijn haar ga ik niks aan doen, want er gaat toch een pruik op. Dus ik doe wel even een clipje in en dan vind ik het gezegend. Nou jongens, op naar Brabant. We zijn zo onherkenbaar en toch... Kan niet. Zijn er zoveel mensen die het weten. Hoe kan dit nou? Ik merk wel dat het helpt als ik mijn mond dicht hou. Maar ik heb gewoon, ik heb de hele tijd daar gestaan als fucking weet ik wat ik ben, zo. Wat en dan kom je aanlopen en zeg, hey, dat is Dave. Ja, ik moet mijn mond dicht houden, dat helpt. Jongens, het moment is daar. De pruik gaat af. Ha! Ik ben vrij! Jeugd. Maar ik vond het minder erg dan ik had verwacht. Maar ik ben wel blij dat het uit kan.